Daniel gaat nu slaan aan de lekker jongen. Oh, fantastisch. Video. Leuk dat je kijkt. Ik ben vandaag niet in mijn eentje, maar met een van de grootste YouTubers van Menig Carpvis Nederland. Ik heb het namelijk over... Daar zijn we! Twin Carpenter. Hoe is het ermee, broer? Ik lach gewoon, man. Lekker, hè? Ik heb er zin in, of niet? Ja, het is lang geleden dat ik jou heb gezien. Carpvis, voor het laatst. Hey! Ja, dat klopt. We gaan een hele mooie sessie houden. We gaan ongeveer 48 uur vissen met z'n tweeën. We gaan meerdere stekken afvissen en hoe we het precies gaan doen gaan we nog even overleggen, maar het is bloedfysiek het heet. Het is echt waar, maar ik zweet zo, ik zweet me helemaal kapot. Ja, maar het belooft een hele mooie sessie te worden. Dat sowieso, we hebben heel vaak de vraag gegeven of we eindelijk een keer samen konden vissen. Dat is één keer eerder gebeurd, maar ja, waarom niet deze? Lekker weer bij de vrij. We gaan het doen. Hoppa, succes met kijken mensen. Dames en heren, kijk eens waar ik sta. Middle of nowhere, in het oosten van het land. We zijn er, net lekker liggen slapen. En daar staat hij met zijn bakje in zijn hand, hè? Hey, hallo broer. Hoe is het ermee? Lachen, man. Lekker, lekker. In, ja, jij hebt een heel goed plan. We gaan lekker 3 dagen vissen. Je hebt het mij net allemaal verteld. Sowieso. We beginnen in mijn eigen achtertuin. Daar heb ik wat karpers in zwemmen. Gaan we zakken van brokken voeren. Kijken of we erop liggen. In de achtertuin aan de oppervlakte willen komen. Dan gaan we naar de beken toe. Die hier overal in de buurt zijn. En daar zwemmen ook hele dikke karpers op. Ze zijn best makkelijk te vangen met allerlei maniertjes. Laat ik jullie straks wel even zien. Gaan we eerst langs de supermarkt. We moeten maden halen. Ja, dat moet je niet bij de supermarkt halen, maar mais, brood, dat soort dingetjes. En daarna gaan we naar het kanaal toe met de boot. Maar eerst even overdag lekker stalken. Auto inpakken. Ja, het is toch lekker, man. Hier gaat alles in. Hij moet wel passen. Oh, bijna. Kijk, klein beetje ruimte, lekker proppen, daar hou je van. Kom maar. Hey. Kijk, ook nog eens de camera bijna leeg. Maar gelukkig hebben we een hele dikke accu achterin. Dus ja, als we dadelijk op de stek aangekomen zijn, dan gaan we alles eens even lekker opladen. Daar heb je hem weer hoor. Brilletje, alles meegenomen. Kijk eens even. Ja hoor, de pikkenbaas. Hij is er klaar voor. Nou, kan jij die ook weer aangooien? Oh, lekker feestje. Heb je er zin in, Pik? Sowieso, man. Ja, we gaan rijden en we gaan vangen, gek. We gaan sowieso vangen. Sowieso. We gaan sowieso niet naar huis zonder vis. Vorige keer ben je zonder vis naar huis gegaan. Hadden we 1 dikke vis van 17,2 kilo, volgens mij. Dat gaat echt niet gebeuren. Dit gaan we hartstikke hard verbeteren dit jaar. Lekker, man. Maar we hebben nu ook wel iets meer tijd, hè? Ja, 2 nachten en we hebben nog, het is nu nog ochtend. Dus gewoon lekker overdag proberen een vis te pakken. Mooi, het is pas 10 uur 's ochtends of zo. Hoe laat is het? Ja, ik weet niet eens hoe laat het is. Kijk eens even. Hoppakee, 9:30 jongens, lekker! Ja, dat is toch vroeg hoor? Ja, dat is echt vroeg. Gaan we ze wel pakken? Dat moet wel. Zo. Daniel heeft een karp gespot. Hij is op dit moment ongeveer 30 centimeter van de korst verwijderd. Hij is actief aan het azen. Hij pakt hem. Even wachten, hij is hem nu aan het inslikken. En Daniel gaat nu slaan, hangen. Lekker jongen. Lekker. Fantastisch. Helemaal fantastisch. Het duurde lang even dat hij wat? Ja, hij moest hem echt even wegslurpen. Dit is super gaaf. Nee, dit komt wel goed joh. Lekker dit. Dit komt wel goed. Die dikke ook gewoon gelijk hè? Ja, dit was de dikste die we hebben zien zitten in de sloot. Hij gooide hem ervoor. Hij kwam er gelijk. Hij pakte hem meteen. Super dit. Nee, dat is vis nummer 1. Het is nummer 1. En we zijn pas naar beneden. Kijk Jan. Lekker blokken, want hij mag echt niet te ver. Hij gaat al helemaal naar beneden. Lekker blokken. Lekker hangen in die hengel. Ik ga het net pakken. Ja, best. Ga ik hem voor je scheppen. Pik. Lekker G, lekker. Lekker. Zit hij erin? Ja. Ja, zo. Hij is best dik. Oh. Oh nee. Wacht. Zit hij erin? Hij is echt dik, hè? Lekker G. Hij is echt super mooi. Heel erg dik. Niet lang. Nee, maar heel erg. Kijk dan. Zo, steile kant. Prima. Ja, een beetje squatten. Kijk dan. Ah, hij is echt een prachtig visje. Hij is dik. Super. Daniel, ga hem even van jullie laten zien. Nou, hier is hij dan, mensen. Hij is echt ziekelijk mooi. Wegen doen we niet aan. Alles ligt er nog in de auto, dus ja. Kijk dan. Gewoon een heel mooi, klein, dik visje. Ja, dit is echt een mooie dik, hè. Zeg, wat zal hij wegen? Kilootje of 6? Ja, zoiets. Hij is wel fucking mooi. Ja. Een gave bek. Ja, maar hij is echt heel mooi, man. Hij is echt mooi. Ziek donkere kleuren. Hij kwam echt perfect, hè? Ja. Even die rug in. Netjes. Ja, man. Laten we even die andere kant zien.
Het bekje was ook puntje gaaf. Ja, maar die komt gewoon weer met zijn goede ideeën. Hij zegt gewoon, we gaan gewoon lekker korsten. Lekker naar een paar prutslootjes toe. Ja, zo zie je maar weer. Maar ze net bij een slootje geweest, lagen ze ook volop. Maar dan kregen we ze niet aan de oppervlakte, aan het aas in ieder geval. Ja, man. Maar dit is echt heel mooi. Ik ga een paar plaatjes voor je schieten en dan gaat hij weer zwemmen. Ja. Nou, hij mag weer zwemmen, dames en heren. Echt super mooie vis. Ik doe hoog hier vis, hè? Ja. Dit was echt die dikke die we zagen liggen, hè? Mm-hmm. Er zitten een paar kolletjes omheen. Maar deze houden we het liefst. Kijk, hè. En daar gaat hij. Lekker gek! Top, super. Lekker duur. Het is zo fucking heet, hè. Ze denken dat het lente is, maar gewoon rustig, 27, 28 graden of zo. Gaan we naar vandoor? Jij gaat even een vis vangen nu, hè? Ja, we gaan nu naar het volgende slootje toe. Ik heb wel wat watertjes in gedachten, maar het is me even afwachten of ze een beetje willen. Ja, dat gaat wel lukken, hoor. Maar het vorige slootje was echt moeilijk, maar hier kwamen we aan, we zagen gewoon meerdere vissen liggen. Het was gelijk raar. En het dikste, en goed zijn kostje erbij. Bam, jullie hebben het gezien. Heel ja, toch? Hey, kom, we gaan lekker uit in. Ja. Op naar de volgende sec. Ja. Echt een hele dikke spiegel, hè? Als ik die pak, word ik helemaal gek. Daar heb je hem hard, man. Concurrentie is groot. Nog geen 20 meter verderop. We hebben alweer de volgende stoker. Kan niet, ja, dit is echt kut dit. Yeah. Kijk, yo, je maakt een bam. Hij is weg. Lekker. Waar is die kop? Zo. Die is ook weer weg. Er zit echt borden vol met vis hier, hè? Zo. Gaat hij nou die put in? Ga naar die andere kant, kom, ga naar die andere kant. Kom, gewoon voor de put. Als je nu pakt, dan word ik koud nog gek. Zo. Ja, lekker! Nice, op camera gek. Pak jij eens even. Lekker is. Oh. Kijk, ziekelijk. Die grote kwam net uit die put, hè? Ja? Ja? Is het niet die grote? Nee. Zo. Zo, lekker gek. Rennen! Ja? Ja, het is ook niet alles, hè, met nylon door de lelies heen. Kom maar goed. Ja, gek. Lekker, hè? Toch nog wel, hè? Ja. Ik had al bijna de hoop een beetje opgegeven. Ja, maar ik zag hier zoveel zwemmen. Echt een stuk of zes. Ik zei net tegen Tim, het moet hier gaan lukken. Het moest wel lukken, hè? En ik had hem op een leliebad gegooid. Ik trek hem er heel voorzichtig langs. Ja, je stond alleen maar zo te kijken met je hand tegen je mond. Ja, ik wist gewoon dat het ging gebeuren. Oh, ja. Kom op. Ja, hij is ja, lekker. Niet nog meer lelies onder. Zo. Sterk hier. Ja, gek. Zo, kijk die kromme hengel, hè. Zo. Ziekelijk. Kijk, lekker blokken die lelies uit. Nee, maar hij doet toch zijn best, hè? Slip dicht, lekker naar achter lopen, zo hoort het. Kijk, de lelies uit. Ready, Tim? Yep. Zo, lekker, hè? Kijk uit met de lijn. Hij is uit de lelies in ieder geval. Komt-ie. Als hij maar niet de lelies in gaat. Blok hem wel.
op. Lekker! Ja. Lekker. Goed geschept jij. Lekker bezig, broers. Hier is die hoor. Kijk eens aan. Wat een mooi schubje. Lekker, weer op de korst. Heerlijk dit, gek. We vermaken ons zo wel overdag. Ja, gewoon lekker in de middag. Nog voor het echte vissen begint, hè? Ja. Bizar. Super. Lekker man, laat de andere kant eens zien. Yes. Zo, lekker druk. Goed uit de lelie schuiven. Echt wel een mooie vis hoor. Prachtig. Dan gaan we zo maar naar het knal toe, denk ik. Hè? Ja, best. Even foto's schieten en dan auto pakken en dan gaan we. Yes. Lekker. Zo, hij stond al heel de tijd zo klaar met zijn handje. En het werd gewoon waar, hè? Ja. Hij pakt hem ook gewoon. Dat is echt niet zo makkelijk met die kant. Nou ja, ach. Ik til hem er wel uit. Geen haast. Nee, mag je weer vandoor. Kijk, daar gaat hij hoor. Lekker G! Lekker man. We gaan naar het kanaal toe. Ja. Zo, we gaan eens dus even alle spullen eruit halen. Ja, ja. We hebben net even benzine opgehaald. En de auto is echt veel te vol, want we moeten de motor ophalen voor de boot. Die past er echt niet in anders. Nee, dat gaat echt niet lukken zo. Ja. Dus hij heeft echt een super plan bedacht. Het gaat even wat tijd kosten en wat werk. Maar we komen er wel. We komen er. We zitten over ongeveer anderhalf uur zitten we op het kanaal. Dus. Ja, dat komt goede niet. Zaken, goede zaken. Kijk eens even. Hè. Staat hij met een dikke motor. Eindelijk een beetje ruimte in de auto gemaakt. Ja, ik ben ook benieuwd. Maar we gaan even proppen. Met proppen lukt alles, ja. Ja, toch. Daar zit hij dan. Lekker, man. Het is geregeld. Motor is geregeld. Motor zit erop. Alleen nog even spullen ophalen thuis. Dan kunnen we gaan. Best. We gaan er vandoor. Brillen gaan mee. Nou, ondertussen staan alle spullen op de steiger. En we hebben meer dan genoeg bij ons. Kijk dan. Zo, jou maar eens de boot ophalen. En dit gaat denk ik nooit passen. Kijk, hoppa, we blijven doorgaan. Stretchetjes, stoeltjes, eten, drinken. Echt veel is te veel. Maar we gaan zo meteen weer zien. Laat. Heb jij zo meteen een klein muurtje? Nou, de hele boot is ingepakt, mensen. Wat een feest. Maar zoals je kan zien, de motor lekt helemaal vol gas benzine. Nou, echt drama. Echt warm, net volgetankt, hij is nou leeg. Is niet lekker. En we zijn jammer is nu bezig met bellen met een andere YouTuber, Scarpnl. Als hij nou even de motor kan fixen, krijg hij een dikke shout-out van ons. Ja, eerlijk, eerlijk. Bij deze al denk ik, ja. Scarpnl. Ja, hij komt er niet in als hij hem niet fixt, hè. Ja, hij doet het. Lekker, man. Niks aan de hand, mensen. Helemaal niks. Nou, hij lekt een beetje benzine, maar, ja, maar we hebben gestest voor niks, hè? Ja, het was gewoon niks aan de hand, zei die gast. Dus we kunnen gewoon varen, niks aan de hand. We kunnen eindelijk, ja! Lekker, man. Zo, het grote verkleedfeest is aangebroken. Allebei de waterpakken aan. Het is zover. Ja, man, we zijn op de stek. De stek gearriveerd. Lekker, dit. Man. Het heeft even geduurd, hè? Het heeft echt wel even geduurd, maar het was meer dan waard. We zijn er. Oké, ik heb snel mijn twee onderlijntjes behaast. Eentje met een dubbele halve boilie en eentje met twee tijgers. Wij vissen twee hengels met een pure boilie mix. Zoete vismo boilies en krill boilies. En wij vissen de andere hengel met een soort particle mix. Tijgers, hennep en wat grote boilies. Behoorlijk wat gehalveerd. Dat zijn de kanthengeltjes. Daniel is ondertussen even zijn onderlijntjes aan het schrinken. Ja, okay. Dit is het echte werk. Ja. Verse haken, verse onderlijnen. Perfect. Ja, gaan we die ook zo beazen. We hebben hier echt één dikke bende op de stek. Ja, maar het is wel een zieke stek. Hè. Je kan zeggen wat je wil. We zitten hier echt heerlijk. Het is echt top, ja. Op het kanaal. Nou, dit moet gewoon wat worden. En we hebben al twee vissen gevangen. Hè. Dit is gewoon helemaal geweldig. We zijn in alle rust even de spullen aan het opzetten. Ja, man. Het is wel een lange dag geworden. Hè. Ik zeg eerlijk. Dus waar denk ik... Vanaf een uurtje of 9 was ik bij jou. 9 uur 's ochtends was hij al bij me. En nu is het 9 uur 's avonds en Engels liggen er niet in. Nee. Maar het was wel een leuke dag. We hebben twee vissen gevangen. Ja. Maar nu, kijk, alles staat klaar hè? En we gaan bij zo. Ja hoor, daar hebben we hem, de baas. Ik ga even lekker voeren. Kanthengeltje, mijn rechterhengel. Ik heb hier tussen drie mijn steunen staan. Voer net achter de lelies. We hebben heel verspreid voorgevoerd. Alleen nu de rechter op gaat. Iets minder verspreid. Kijk, lekker man, lekker strooien. Alsof je Zwarte Piet bent. Kom maar. Zo ligt er wel genoeg op. Ik ga een rechtje droppen. En dan, het is echt ingoede tering, hoor. We zijn echt net bezig met opbouwen, de hengels liggen in. Zo, einde van de dag. Gaat die piepen eigenlijk. Het is een brasem. Hoi.
Lekker man. En de hengel is er mooi afgevallen. Echt? Ik schrik me kapot hè, door die pieper. Nou, wil je hem scheppen in je mooie schepnet? Hij stinkt toch al. Door vanmiddag. Gaan we even doen, denk ik. Ja, toch. He, die brasem is eindelijk teruggezet. Ja. En we kunnen weer verder met opruimen. Maar Jelmer die was even druk met de brasem. En hier staan al mijn spulletjes netjes ingepakt. Het gaat dood van de muggen, maar we hebben besloten om lekker buiten te slapen. Sowieso. Eerlijk, lekker weer vannacht. Het wordt ook echt helemaal niet koud. Het wordt graden 12 volgens mij. Het wordt echt lekker warm. Ja, eigenlijk alleen die muggen. Ik word helemaal para nu hoor. Maar geen stress, kijk eens even. Hoppakee, anti-muggenspray. En ja, we hebben wel een tent bij ons allebei, maar het is niet nodig hè? Echt niet nodig. Echt een steeds slapen buiten. Precies. We hebben afgesproken om run-on-run te gaan vissen. Wie zijn hengel als eerst gaat, dus bijvoorbeeld mijn hengel, dan mag ik hem als eerst pakken. Zijn hengel, hij als eerst. Daarna doen we gewoon lekker run-on-run. Allebei zoveel mogelijk vis zien te vangen. En dan zijn er happy days. Haha. Dat is wel een goed teken trouwens, want ik heb best wel stevig voorgevoerd. En die brasem die kan al super snel. Ik heb er net sowieso een halve kilo. Ja, je had echt 5 scheppen gevoerd net of zo, Mino. Ja, en daar ligt misschien, wat zat zijn, 20 minuten in of zo. 20, 25, gek. Dus dat is top. Lekker man, we gaan inpakken en dan gaan we genieten. Eindelijk. 10 uur s'avonds of zo, 9:30. En alleen nog maar chips gehad vandaag. Ja, alleen maar chips gegeten. Een heel klein beetje, we moeten echt gaan eten, want we worden helemaal gek. Christie. Zo, de klok heeft 12 geslagen. En ik ga eens even een lampje aanzetten. Ik lig lekker onder mijn deken. In de open lucht. Hey yo. Slaap lekker man, ik zie je vannacht, ja? Sowieso, het hoeft niet lang te duren denk ik. Nee, dat hoop ik ook niet, maar het komt vanzelf goed. Sowieso. Slaap lekker bro. Zo, het zonnetje komt echt net lekker op. Heel de nacht lekker door kunnen slapen. En in één keer gaat de hengel. Jelmer, hij begint te schreeuwen. En kijk eens wie we hier hebben. Ja. Zo. Kijk. Mooie schub in het net. Mooie schub in het net. En ik heb echt een brasem gek daar zitten. Ja, sowieso een brasem. Ga je hem zakken? Ja, ik stop hem even in de sling. Dan kan je even je vis eraf halen. Ja, is goed. Baas. Kijk eens even. Met een visje. Een hele beste vis. Hij heeft even mogen bijkomen. Flink met power. Wel mooi hoor. Best mooie vis. Is echt een hele mooie vis. Kijk dan, Dick. Ja. Hij heeft een pens. Die zit helemaal voor mijn kuit hoor. Kijk die rode buik dan. Bizar. Zo, dit is een dikke. Kijken of hij een beetje wil meewerken. Ja, hij is vrij druk denk ik. Heel druk. Kijk eens. Wat een visgek. Wat mooi hè? Ja man, dit is kijk die buik dan die. Ja. Echt ziekelijk man. Zou die voor mijn kuit zitten of? Ik weet het niet, dat durf ik niet echt te zeggen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Best wel veel vissen hebben zo'n buikje hier. Zo, prachtig man, die vis. Dit soort vissen heb je dus echt niet bij ons in de buurt zwemmen. Ja, die zouden er vast van zitten, maar ik zie ze nooit. Zieke luk gek. Wij gaan straks maar zo'n plannetje maken, want één vis is eigenlijk niet genoeg voor een voerstek. Dus we laten nog even weten wat we precies van plan zijn en wat we gaan doen. We gaan eerst straks de spullen opruimen, de boot vollaaien en kijken of we vis kunnen spotten. Ja, we gaan hier wel weg joh. Ja. Hey, doe maar zo. Kijk, daar is die. Echt een zieke vis. Hij is echt mooi, ja. Zeker. Kutte lucht in zit erin. Hij wil wel gelijk, hè? Kijk. Zo, lekker man. Goed zo. Lekker. Hij inpakken en naar de volgende stek. Heel de boot weer vol. En dan kunnen we weer. Zo. Dit is niet normaal. We hebben de spullen bijna opgeruimd. Alleen de hengels ophalen. Daniel wil net zijn hengels binnen gaan draaien. Hij zegt, Jelme, vis. En hier zit gewoon een mooie graskarper aan. En hij heeft hem nu geschept. Lekker man. En hij is echt goed, hoor. Hey, goed bezig. Toch nog nummer 2. Kijk dan. Zo, hij is lang. Ja. Hij wordt helemaal para. Beter man. We gaan hem even aan jullie laten zien. Oh, top. Zoals jullie zien zit de hele boot tot een nok toe vol. Ik heb hem helemaal zo in liggen, daarna was hij helemaal binnen draaien. En bizar. Een super mooie gras. Echt een dik gras, mijn eerste graskarp ooit, hè? Ziek man. Oh.
toch wel even lekker. Die laatste 5 seconden had ik hem ietsje eerder binnengeruid. En dan was het over, heel rustig. Hij is wel vrij druk, maar dat zeggen ze meestal. Over die graskarpers. Zou je hem mee te redden? Denk het niet. Net niet. Maar het is een hele mooie. Ja toch. Zo, kijk wat hij heeft uitgescheten gegeven. Kijk hier net dan. Een boilies. Mooi zo open, ja. Kijk, doe eens open. Nee, ja, iets meer open nog. Kijk, daar, nee, daaronder nog. Oh, kijk. Dat is... de boilies. Wat is het? Eitjes of zo? Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat zijn geen boilies. Er zitten ook boilies tussen hoor, maar het zijn echt niet allemaal boilies. Zo, hier is die dan. Prachtig. Zo blij als een kind. Normaal gesproken met het graskarpen zijn mensen niet zo blij. Als die eerste is toch wel mooi. Ja. Kijk, die staat echt power. En ik heb er ook pas 2 gevangen op het kanaal, dus op zich is het best bijzonder. Ja toch? Even foto's schieten en dan mag je terug. En dan gaan we naar de volgende stek. Ja, dan gaan we lekker toeren in de boot, kijken of we wat vissen kunnen spotten. Lekker. Yo. Hier is hij dan. Mooie gras. En hij mag zwemmen. Zo! Zo! Meteen weg, hè? Zat door alles, jongen. Lekker, man. En na een fantastische eerste 24 uur zijn we nu weer onderweg. Wat zijn we aan het doen? We zijn langs de kant aan het varen, heel rustig. Kijken of we vis kunnen spotten. Ja, maar het is wel echt een tijd dat ze gewoon moeten paaien toch, in de ondiepe stukken? Ja, in de meeste water zijn ze op dit moment al afgepaaid. Alleen dit komt wel later op gang. Maar ik verwacht dat we het misschien nog kunnen zien. We zijn net langs een hele school draasums gevaren. Ja, echt ziek man. Maar we blijven lekker actief, zoeken de vis op. En dan komen we goed. Yes. Lekker man. Daar zitten we hoor. Nou, we hebben echt een lange tocht gehad. Echt zo lekker weer, hè? Echt niet normaal. En ja, veel geobserveerd, veel plekken gekeken, maar ze zitten nog niet in de paai hier. Dus wat gaan we doen? Gekke werk. We gaan gewoon weer terug naar de stek. We hebben alle spullen voor niks opgeruimd. Ja. Maar we gaan gewoon weer lekker terug. Ah, koude goed bezig met benen. Ja, we gaan lekker terug, gek. En ja, het moet wel goed komen. Ja. Kijk, het ligt er echt goed bij, maar ja, een beetje weinig... weinig wind en zo, maar... In principe, de wind staat gewoon de verkeerde kant op. We hebben nu een oostenwind, dat is op zich niet heel erg gunstig voor het kanaal. Luchtig zit ongeveer wel goed. Ja, ja, luchtig is goed. Alleen, het mag wel wat harder waaien en de wind mag wel verdraaien. Maar dat gaat niet gebeuren, we moeten het met deze omstandigheden doen. Maar ik heb zo'n gevoel dat er vannacht sowieso nog wel één visje bij moet komen op de voerstek. Sowieso gaat het goed komen. Hey, Lata, we gaan weer. Zo, na een lange dag liggen eindelijk alle hengers weer in. En het is echt dodelijk heet weer. De zon gaat eindelijk een beetje achter de boom. En we gaan even een mini-siest doen. We zijn echt kapot van vandaag. Even een half uurtje slapen. Lata. Nou, goedemorgen mensen. Ik neem jullie even mee naar mijn hengels. Het is echt een grote tocht. Ik lag te slapen. En één keer begint hij te schreeuwen. Kijk dan wat een tocht. Hè? Dikke. Hè? Ik lag ook lekker te slapen met vier. Kom man. Moet ik het water in? Hier, camera. Is die dik, nee. Ik zou helemaal het water in gaan, weet niet, man. Ik heb hem nog niet gezien. Oh nee. Hier heb je het net. In ieder geval nog vis. Beter. Ja, het is ook al 8:30, kunnen we meteen morgen lekker door de spullen opruimen. Oh, wat een tof sessie, man. Ah. Lekker dit. Waar zit het in? Ja, ik kan er niet bij, man. Lekker, man. Super. Lekker. Oh. En nemen nu alleen maar de hengel en de schepping mee. Ja. Je bent net zitten, hè? Ja. Lekker. Ik ben blij, gek. Oh. Zo, maar... goeie wekker, hè? We wouden om 7, 8 uur opruimen en het is nu 9 uur en hij gaat. Ja. Dat betekent even foto maken en dan gaan we stalken, gek. Super. Oeh, dat ben ik zelf. Oké, we gaan naar de mat brengen. Dit vis. De aas komt er gewoon helemaal uit, want je hebt zitten knijpen. Oké, nou, eerste mensen, de perfecte wekker.
zelf een beetje verslapen, maar kijk die bouw, hè. Kijk die bult onder zijn kop, echt ziek. Weer op de gebroken hengel, echt bizar. Echt een gelukshengel, hè. Niet normaal, hè. Zo. Lekker, man. Maar even een foto schieten. Wat zou het zijn? Ik denk 2-3 kilo lichter dan die van jou gisteren. Ja, hij is niet zo zwaar, maar daar gaat het echt niet om. Een snoeiharde fluiter. Ja, gek. En de eerste momenten van de drill was hij ook super sterk, alleen toen had ik hem opgepakt. Ja man, lekker bekkie, puntgraaf. Ja man, en vandaag wordt ook weer een topdag, hè? Ja, het is nu al warm, hè? Het is nu al warm, maar we gaan nu nog even snel volgas opruimen, omdat het nu nog te doen is. Ja. Vanmiddag wordt het weer super heet, alleen dan gaan we weer lekker met de kosten aan de slag. Ja toch, fotootje en dan mag je gaan. Ja. Yeah. Lekker. Dan mag je zwemmen, onze oude streder. Helemaal afgebijt volgens mij. Ik ben er echt super blij mee. Een beetje op adem laten komen. Ja, maar zijn wekker gaat echt net voordat de camera weer aanging. Dus het is wel goed op tijd. Kijk. Hij heeft er nog niet heel veel zin in, maar hij is weg. Hij zwemt. We gaan er vandoor. Yeah. Ja. Heb je hem? Leuk dat je er bent, broer. Sowieso. Ik ben hier vandaag met Jelmer Simmons, a.k.a. TwinCarpNL. Jullie hebben vast de video's wel eerder gezien. En zoals bij elk carpvisser met van dit jaar 2018, doen we altijd even een vragenrondje. En vandaag ben jij de zaak. Dus wil je leuke vragen of wil je gewoon interessante vragen? Wat maakt me helemaal niks uit. Oké, hoe oud ben je? 20 jaar. Waar kom je vandaan? Ongeveer. Je hoeft niet echt een locatie te geven, maar... Ik kom uit de buurt van Arnhem, in het oosten van het land. Ja, toch wel een eindje rijden, hè? Helemaal vanuit Den Haag. Dat is 2 uur rijden met de auto of zo. Ja, het is niet niks. Sorry. Maar je moet er wat voor over hebben, hè? Sowieso. Ja. Je bent op YouTube actief, je maakt veel video's. Sinds hoe lang ben je daar mee bezig? Hoe heet je? Ik maak nu ongeveer 6 jaar video's. Ja. En ik heet dus op YouTube TwinCarpNL. En ik maak vooral kanaalvideo's, vooral karpenvissen. Heel af en toe een snoepvideo. Vroeger deed ik nog wel andere dingen. Deed ik veel witviswedstrijden vissen, feedervis-wedstrijden. Tegenwoordig vooral karpenvissen. Ja, je hebt laatst bijvoorbeeld ook nog je eigen wedstrijd georganiseerd, hè? Ja, hier aan het kanaal zelf een wedstrijd georganiseerd. Dat was superleuk, dus dat komt allemaal dankzij YouTube. Zo'n klein jongetje van zelf een wedstrijd meedoen en in één keer bang. Organiseer je ze zelf. Ja. Zo, ik moet even rustig praten om uit mijn woorden te komen, maar dat komt goed. Ah, ja, nee, hè, daar kan hij niks aan doen. Nee, daar kan ik helemaal niks aan doen, jongens. Dus van jij mij zie je maar wat geld over, rekening staat in de beschrijving. Maar, en dan nu de laatste algemene 3 vragen in 1 grote vraag. Welk watervis jij het liefst, met welk aasvisje en wat is je grootste karp op nu te gevangen? Welk watervis ik het liefst ga ik voor stromend water, niet per se een kanaal. Het kan een vaat zijn, kan een kanaal zijn, een rivier of een sloot, maakt in principe niet zoveel uit. Regenafvoerwater vind ik gewoon het mooiste om te vissen. Qua aas ga ik voor boilies, ik doe veel voorvoeren en dat doe ik ook altijd met boilies, met een goede voedingswaarde. Hou je de vis toch beter op de stek. Dat zie je ook wel in die video's van jou, hè? Ja. En die wateren, dat hebben wij ons gewoon echt niet gebeurd. Dat is zo anders, je van zieke vissen. Check het uit, die ijver kon je gevangen van 30 pond, echt bizar. Ja, staat op YouTube, die kunnen jullie checken. En de laatste vraag van jou was wat mijn zwaarste vis was. In Nederland 19,8 kilo en in het buitenland 20,8 kilo. Dat zijn beste vissen, hè? Dat zijn leuke vissen. Dat zijn hele leuke vissen. Kom, wat voor leren? Ja, ja, ja. Heb je hem gehoord, de baas? Jelmer Simmons. Gaan we nu even naar de kloon van Jelmer toe. Ja. Ik heet Julian Simmons, de kloon. Hoe is het ermee? Prima, joh. Ja, ook wel prima hoor. We zijn eigenlijk een beetje opgefrist. En naar de haartjes zijn gedaan. 1 middagje te gaan nog. Lekker. Stalletjes dadelijk. Ga ze naast elkaar staan samen. Dat is wel altijd even lachen, hè? Dat is het verschil. Draai zo om voor de zon. Ja, ik weet te zien. Ja joh, echt bizar gewoon, ja. Hè? Echt hetzelfde, ja joh. Joh, alle spullen zijn we uit de auto gegooid, we hebben wat stalkspulletje meegenomen. Ja. Hemmeltje netje, even wat brood halen zo. Ja, goed wit brood halen. En dan gaan we zoals dag 1 weer lekker stoken. Ja, en dan zin in man. Er moet echt wel wat uitkomen, hè. 3 mooie kanaalvissen gevangen en nu nog even een paar op de kost hopelijk. En het is echt beste weer gewoon, hè. Ja, zeker. Voor het kost, hè. Best. Nou, de inkopen zijn gedaan, Jelmer heeft even vers brood gekocht. En de montages worden ook weer gemaakt. Zeker. Simpel als wat, alleen een haakje. Bootkorsie. En we hebben al aardig wat vissen zien zwemmen, hè? Ja, we zijn met het eerste water en meteen een stuk of 6-7 karpers. Ja, jij gaat hem gelijk pakken, ik voel het wel. Lekker! Ja. Goed. Kijk hier voor jou. Ik heb hem perfect in beeld. Als je nou je korsie ervoor gooit en je pakt hem, die ervoor. Als je die pakt aan jou. Ja, daarachter zijn we de tweede, daar ga ik ook voor. Zo, kijk de knokkel van die hier. Zo. Ik heb hem perfect in beeld, gek.
Oké, we hebben weer vis kunnen spotten. En jammer gaat ze slag slaan. Kom op. Ja, ja, dat wordt lekker smikkelen, hè. De broodjes zijn op en we hebben gelukkig nog wat anders eten gehad. Lekker, man. We gaan sowieso vangen. Ja, we gaan sowieso vangen. We zijn even van de strategie veranderd. Jelmer zegt, ja, de koers werkt toch niet helemaal lekker, hè. We hebben het een paar keer geprobeerd, maar ze bijten niet. Nee. Dus hij zegt, we gaan lekker met bodemmaas vissen. Lekker mais, maden gehaald. Hoppa, in de dashboard. Ja, hoor, ze zijn weer onderweg. En we zijn net even bij de stek geweest en het zag er verdomd goed uit, eerlijk is eerlijk. Ja, we zaten heel veel vissen zaten op de plek. En we gaan nu even een paar hengeltjes ophalen, gaan we met pop-ups zitten. Ja. We gaan de vissen een beetje insluiten. Links en rechts van de vissen gaan we een inheenstif of een chot of wat dan ook neerleggen. Iets met een pop-up. Die ze hopelijk oppakken tijdens het rondzwemmen. En tussen die twee hengels gaan we gewoon lekker met een maiskorrel of met een trosje maden of met een broodkosten proberen een vis op te pakken. Ja, toch? Dat is het plan. En ik denk eigenlijk dat het wel gaat werken. We gaan sowieso niet zonder vis naar huis deze dag. Goed, dat gaat sowieso werken. Kijk hoeveel vissen zat, hè? Dat was echt bizar. Er zaten echt heel veel. En ook een paar hele mooie zaten ertussen. Hey, we hebben nu maar één hengeltje mee voor het kosten, toch? Onze beurt de vis. Maar ja, het was zoveel vis en zo bizar. We gaan echt meer hengels ingooien. We gaan er meer ingooien. Lekker. Nou, daar zijn we weer. Hengels worden klaargemaakt. En we gaan vandaag vissen met de tactiek van de zwevende pop-up. Ja, nou eigenlijk is het heel simpel. We gaan niet bijvoeren. We gaan alleen met heel attractieve, felle pop-ups vissen. Heen stiffrig is dit. Ziekelijk. De bedoeling is dat de vissen gewoon lang zwemmen. En ze zijn zich klaar aan het maken voor de paai. Ze paaien nog niet, maar ze zijn wel heel actief aan het zwemmen. En vaak als ze zoiets zien liggen zonder voer eromheen, dan pakken ze hem. Pak ze het vrijwel gelijk, toch? Pak ze het meteen, krijg je gewoon een volle fluiten. We leggen dus twee hengels neer met zo'n pop-upje. En eentje gaan we aan het oppervlakte vissen. Ik denk dat het gaat lukken. We nemen ook weinig spullen mee. Dit is eigenlijk alles. Heel weinig. En, hiermee gaat het gewoon helemaal goed komen. Ja, toch? Lekker compact. Nou, dames en heren, Jelmer die lost er net één. Helaas, hij zat een beetje raar gehaakt. Ja. Ik denk niet dat hij hem had gepakt met zijn bek. Goedemiddag. Maar... Hey, een hele goede middag. Ze zijn slim, hè? Ja, ze zijn heel slim. We zijn even een mooie visfilmpje aan het maken. En nu? U bent lekker aan het controleren. Controleren. Voor de vispas? Voor de vispas. Okay, die van mij ligt in de auto, dus ik loop zo meteen even midden aan. Ja, helemaal goed. En van jou? Ik heb hem hier in zitten. Wel lekker weertje vandaag, hè? Super, ja. Anders was je hier waarschijnlijk ook niet. Nee. Nou, wij hebben een soort werk. Wij maken visvideo's voor YouTube en zo. Oké. Okay. Dus hij komt uit het oosten en ik kom uit Den Haag. En hij komt uit het oosten? Die zitten echt precies op de stek. Alles te eten, kijk, kop onder water. Maar ja, wij vissen met pop-ups, dus we kunnen het risico echt niet nemen om een zwaan te vangen. Het wordt echt dramatisch dan. Dus soms moet je er maar even voor kiezen. Er ligt wel vis in de buurt, maar ja, je kan het echt niet hebben zo'n zwaan eraan, hè. Dan moet je eens even kijken hoe belachelijk veel kikkervis is. Echt in één grote school. Kijk, ze vormen gewoon een lijn, hè. Bizar. Kijk, daar ook weer één dikke karper. Die wordt helemaal gek, hè. Jelmer zit ongeveer 300 meter verderop. En ik zeg tegen hem, ik ga wel even kijken of ik verderop een paar karpers zie. Nou, ik heb twee spiegels gezien, allemaal gekke karpers. Dus ik ga Jelmer nu ophalen en dan ga ik gelijk even, ik denk, een paar korstjes uitgooien daar zo. Zo wordt helemaal gek, hè. Ik zie zo vis. Het is echt kei warm. Eigenlijk een beetje schaduw. Ik ben aangekomen bij Jelmer. En hey Jelmer, ik heb wat te vertellen. We gaan even de hengel pakken en daarin lopen. Ik heb denk ik 8 karpers gezien. Op verschillende plekken hebben kop omhoog. En 2 rijkarpers, spiegelkarpers, voor de kant hier gewoon. Ja. Best. Zo. Hier zijn de spiegels. Zo. Ja, jammer. When does this happen in the movie? Now. You're looking at now, sir. Everything that happens now is happening now. What happened to then? That's when? Just now. Sure. We're it now. Go back to then. Now. Just when?
zoveel moeite, maar het komt goed. Oké mensen, ik denk dat dit de video ongeveer was. Ja, we zijn weer terug bij mij thuis. Het was echt fantastisch. Het was zo fucking gaaf. Wat een omgeving. Ja. Echt, wat een vis hebben we gevangen. En het was niet normaal warm. Ik ben helemaal naar de ratten, zoals jij had gezegd. Ja joh, het was echt niet normaal warm. We hebben ook de hele middag gestreden om nog een vis op het oppervlakte te krijgen. Het was gewoon super moeilijk. We hebben nog met een stiftrecht geprobeerd op een mooie sloot. Maar dat was gewoon niet te doen. Het was niet te doen. Maar weet je, allemaal, we hebben ons best gedaan. En we hebben echt zieke vis mogen vangen. Eerlijk is eerlijk. Zeker voor de herhaling vatbaar. We hebben natuurlijk al een keer eerder gedaan, maar ja. Hey, we hebben echt een dikke video gedraaid. Ja, volgende sowieso. Keer voor Twin Carp, je weet het. Ja. Ik zou zeggen, vond je een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer, want ja, je weet het, elke dinsdag een nieuwe video. Sowieso. Check ook even Jelmer's kanaal, @twincarp.nl. Gun hem die abonnees. Het kost helemaal niks, gewoon gratis, gewoon doen. Volgens ik zou zeggen, ja joh, gewoon gratis joh. Ik zou zeggen jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken, yo.